Ja, hier wordt heel erg hard gewerkt aan het paspoort van Galit. Ik ben jullie aan het opnemen, is dat goed? Ja. En jullie hebben gekozen voor het paspoort van Galit. Waarom, Suus? Omdat hij een hele duidelijke route had. Ja. En ja, het was ook wel een best wel heftig verhaal. En dan, ja. Ja. Vonden jullie het leuk dat Galit kwam, Sophie? Ja. Ja? Ja. En wat maakte het leuk? Of fijn of interessant? Nou, hij zat niet echt stil of zo, maar hij was wel een beetje zo aan het rondlopen. Echt, hij was gewoon een heel verhaal zo leuk aan het vertellen. Ja. En kon je het allemaal verstaan? Want hij sprak natuurlijk best... Ja, ik kon sommige stukjes niet heel erg verstaan, maar het meeste ook wel. Ja. En ook met zijn rap? Kon je dat volgen? Ja. Kon ik niet echt volgen. Nee. Maar hij was best wel snel. Ja. Het was wel wat langzamer dan, zeg maar, dan wat ik had verwacht. Want meestal is een echte rap. Ja, dat is ook een echte rap. Maar ja, de rappen die ik ken, zeg maar, is heel snel. Ja. Maar is je beeld nu van vluchtelingen, is dat nu anders dan dat je, zeg maar, begon aan dit project? Ja? Want, ja, het was ook met Shumaila, ik weet niet meer. Shumaila, ja? Toen was het ook zo van, kijk, je denkt bij vluchtelingen, denk je meteen dat dat ze vluchten van oorlog en zo. Maar er zijn gewoon, zij vluchten omdat vrouwen en zo niet zo recht hadden. Ja. En dat soort dingen. Dus ja, dan weet je ook dat het dus niet alleen door oorlog komt. Ja, precies. Dat is wel heel ingrijpend, is dat, hè? Ja. Zo'n verhaal. Nou, volgens mij zijn jullie bijna klaar met het paspoort. Ja.